welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag ga ik iets super tofs doen. Namelijk een gigantische voetbal uitproberen. En ik ben er zelf echt enorm benieuwd naar. En als jij er ook benieuwd naar bent, geef deze video dan alvast eventjes een duimpje omhoog. En het like-al voor de video van vandaag wordt 9744. Oké, ik ben benieuwd of we dit getal kunnen halen. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Het is heel erg makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is op de abonneerknop te drukken. Het is natuurlijk gratis. En op die manier blijf je op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. Zodat je die nooit hoeft te missen. En als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken. En laten we beginnen. Ik ga in deze video dus een hele speciale voetbal uitproberen. En waarom? Omdat het de allergrootste voetbal is ter wereld. Dus ik ga met de allergrootste voetbal ter wereld spelen. En ik heb er enorm veel zin in. Dus ik ga het er nu eventjes bij pakken. Here we go. Oké, grapje. Nou, zoals jullie weten is dit natuurlijk niet zo'n hele speciale voetbal. Hij is eigenlijk gewoon precies dezelfde grootte als de gemiddelde voetbal. Maar de reden waarom ik deze er eventjes bij heb gehaald is om gewoon eventjes te kijken hoe een voetbal eruit ziet. Dus jullie hebben hier nu een beetje een idee over. En dan ga ik deze aan de kant gooien. Tada! En dan pak ik nu de echte supergrote voetbal erbij. Dus die zit aan de andere kant. Oh jeetje. Tada! Nou, zoals je kunt zien is dit een doos. Dus dat is alsnog niet de allergrootste voetbal. Maar hij zit hierin en we moeten hem zelf gaan opblazen. Dus laten we hem eerst maar gewoon eventjes openmaken. Ik vind het spannend, jongens. Wow! Dit is een plastic zak en ik zie hier heel veel zwart. Kijk, tada! Ik herken er persoonlijk nog geen voetbal in, maar misschien jullie wel. Het kan natuurlijk zijn omdat ik zelf niet zo heel erg veel van voetbal weet. Ik vraag me eigenlijk heel erg af of je een fan bent van voetbal. Dus als je een fan bent, laat het me weten in de reacties onder deze video. En ook als je geen fan bent, want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel van jullie heel erg veel van voetbal houden en hoeveel niet. Ik ben er zelf niet echt zo'n expert in, maar ik vind het op zich wel een leuk spel. En dan ga ik het er nu uittrekken. Oh, oh my god, dit ding is zo zwaar. Dit gaat zo meteen gewoon een voetbal worden. Het lijkt eigenlijk een beetje op een dekbed. Alleen nog van plastic. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Eerlijk gezegd heb ik echt geen idee hoe groot deze voetbal gaat worden. Het kan zo groot worden. Of zo groot. Of zo groot. We gaan het natuurlijk zien. Dus ik ga hem gewoon helemaal uitpakken. Dat doet me heel erg denken aan van die speeltjes die je op moet blazen om in het zwembad mee te spelen. Hier staan de instructies en nog meer instructies, maar dan in het klein. Kijk, deze kant is helemaal zwart. Laat ik eventjes deze voetbal erbij pakken. En zoals je kunt zien heb je deze zwarte gebiedjes op de voetbal. Ik ben bang dat deze zwarte kant dus ook zo'n zwart gebied is, jongens. Kijk dan. Wat zegt dat over de grootte van deze voetbal? Volgens mij gaat het echt enorm worden. Dus laat ik hem gewoon eventjes zo openvouwen. Wow. Oh, het ruikt heel sterk naar rubber. Oh. Gaan we helemaal uitvouwen, jongens. Oh. Oh my god. Oh. Nee. Er staat voor de beste resultaten moet je dus met je mond gaan opblazen. Ik hou gewoon geen lucht meer over als ik dat ga doen. Oké, jongens. Kijk, dit is de voetbal. Ik heb geen idee hoe het me gaat lukken om dit helemaal op te blazen. Maar ik kan er alleen maar gewoon aan beginnen en dan zien we wel waar we gaan komen. Dus ik ga er weer eventjes mee hier aan tafel zitten. En dan ga ik het maar gewoon proberen op te blazen. Two hours later. Oké, jongens. Nou, ik kan je in ieder geval vertellen dat het echt onmogelijk is om dit hele ding met je mond op te blazen. Dus ik ga eventjes een beetje vals spelen. Ik heb namelijk nog steeds het pompje van de Wubble Bubble Ball. Ik weet niet of jullie je die nog kunnen herinneren. Ik ben echt super blij dat ik deze heb bewaard. Deze hier zo erin stoppen. Zo. Vasthouden en aanzetten. En nu wachten. Oké, jongens, jullie kennen de grap van SpongeBob wel, van 2 hours later. Maar dit was echt gewoon letterlijk 2 uur. Het duurde echt enorm lang om het op te blazen. Maar uiteindelijk is het me wel gelukt om deze mega grote voetbal op te blazen. En dan is het nu tijd om ermee te spelen. Ik heb er echt enorm veel zin in. Dus het staat hier zo naast me. Ik ga het maar gewoon bijpakken, jongens. Als het me lukt, want hij is echt mega groot. Oh my god.
Oh my god. Kijk dan. Wow. Dat is toch gewoon... Wat? Het is dus echt gewoon wel... Het werelds grootste voetbal. Zo weinig ruimte hier in deze kamer. Maar het is wel echt super gaaf. Oké, laten we proberen om deze bal op het bed te krijgen. Here we go. Dan gaan we... Wow! Als je er niet mee kunt koppen. Dus dat ga ik proberen. Ik heb er niet veel ruimte boven. Maar goed, here we go. Yeah. Wow! Dat ding is zo groot. En nu ga ik het op mijn bed schoppen. Want dat moet je natuurlijk wel doen met de voetbal. Here we go. Auw. Oh, mijn tenen. Ik ga er door geplet worden, jongens. Wat ben ik aan het doen? Wow. Het maakt mijn haar echt enorm statisch. Dus ik ga proberen om mijn hoofd erop te wrijven. Goal! Ik ben wel echt enorm onder de indruk van de grootte van deze bal. Ik had het echt niet verwacht dat ik er zoveel plezier van zou hebben. En het voelt ook best wel aan als goede kwaliteit. Ik denk niet dat het heel erg makkelijk zal poppen. Dus van mij krijgt hij 2 duimpjes omhoog. Yes! Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet om het een dikke duim omhoog te geven. En de vraag van vandaag is... Wat is het allergrootste cadeau dat jij ooit hebt gekregen? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!